Ik denk dat in retail online een van de grootste innovaties is geweest. We hebben er 140 jaar over gedaan, van 1860 tot 2000, om de fysieke winkels goed op de kaart te krijgen. En in de laatste 14 jaar zijn we online heel sterk geworden in de retail. We hebben daar ook heel erg op gefocust. Het moment om te kiezen om met e-commerce aan de gang te gaan, dat was in het begin even lastig. Zoals we weten gaan er hoge kosten mee gemoeid als je met een online shop begint. Maar wat je nu ziet waar het heel veel gebeurt, is juist dat die kanalen met elkaar verbonden zijn. En die verbondenheid die biedt heel veel mogelijkheden, maar ook heel veel innovatie en daadkrachten binnen een bedrijf. Nou, het succes van Van Haar is dat we in de eerste plaats familieondernemers zijn. Die kijken op lange termijn, continuïteit van het bedrijf. In de tweede plaats hebben wij in onze missie staan het dienen van de mens. Dat is één, het dienen van de consumenten. Wij vinden dat mensen die weinig te besteden hebben een hoge kwaliteit schoen moeten krijgen tegen een lage prijs. Tweede zijn onze medewerkers. Wij gaan daar in die manier mee om dat we ook een paar keer al de beste werkgever van Nederland geworden zijn. Dat is een manier van waarop je met je mensen omgaat. Het derde onze leveranciers. Want die zorgen uiteindelijk dat we tegen een lage prijs goede producten krijgen die ook nog een keertje maatschappelijk verantwoord geproduceerd worden. En de vierde plaats zijn dat de mensen in nood. Met name in India doen wij veel projecten. Het bouwen van scholen, maar ook hospitals, oftewel ziekenhuizen. We bouwen dorpen voor lepra-patiënten. En we doen aan de eerste melkbehoeften voor die mensen die echt niets hebben. Omnichannel is een woord wat heel veel gebruikt wordt. Ik vind het een erg containerbegrip geworden. Het gaat er gewoon om dat er zijn vele manieren om met je klant in contact te komen. En dat kan zijn het oriënteren thuis, het oriënteren in de winkels, het oriënteren bij vrienden. En je moet gewoon zorgen dat je overal uiteindelijk vertegenwoordigd bent. En dat je uitdraagt wat de consument van heden verwacht. Die wil zelf bepalen waar, wanneer, bij wie en hoe die koopt. Ja, de toekomst is 2020 vind ik altijd heel ver weg. Er zijn allerlei scenario's bedacht door mooie groeperingen. Ik denk dat je uit al die scenario's wat dingen moet pakken waarvan je zegt dat is voor mijn bedrijf relevant. Pak die eruit, ga zorgen dat je daar goed in bent. En wees elke dag weer alert. En ga over die straat lopen, luister wat de mensen zeggen. Ga thuis bij de mensen koffie drinken, zodat je weet wat er leeft. En als je dat oppakt, dan weet je wat er uiteindelijk in de huiskamers en bij de consumenten leeft. En kan je daarop reageren. Nou, What's Going On Retail is uiteindelijk wat retail met elkaar verbindt. Daar komen allerlei mensen die allerlei ideeën hebben. Wissel dat uit met je collega's. En als je dat doet, dan hoef je echt niet naar verre landen te gaan of allerlei consultants in te schakelen. Maar ik denk dat de retailers met elkaar zoveel kennis hebben die dat met elkaar kunnen delen. Zodat de mensen die naar What's Going On in Retail komen, met elkaar sterk staan. En dat maakt de retail zo mooi.